Welkom. Goeiedag. Welkom bij je product update nummer 34 alweer. 34 dags voor carnaval. Gaan wij nog een update opnemen, heel snel. We hebben ongeveer een half uurtje. Dat gaan we normaal gezien niet redden. Maar we zullen zien. We beginnen met iets groots. Een groot ding. Dit zijn allemaal transparante raampjes. Daarom zijn het ook raampjes. Transparante raampjes allemaal. 9 stuks. Draaien we even om. Aan de andere kant zijn ook getallen. Dus die kant is niet transparant. Ik heb hier 9 kaarten. Ja. Totaal. Die, ik zal ze even schudden. Bij jou was ook nog even schudden. Schud ze gewoon even. Ja, wat je wil. Oké. Nou, we hebben hier 1 tot en met 9. Ja. En als jij klaar bent, mag je mij de bovenste kaart geven. Of ik zal hem pakken. Okay, ja. Welke plek wil jij deze kaart? Welk getal? Op de 1. Op de 1. Dat is easy. Oké. En deze? Op de 9. Op de 9. Deze? Op 2. 2? Ja. Op de 4. Op de 4. 1, 2, 3, 4. Ik kan hier uit de nummertjes niet zien, dus ik tel hem zo. Ja. Op de 3. Op de 3. Op de 6. Op de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de 7. Op de 7. Op de 8. We hebben nog de 5 en de 8, zeg maar. De 8. Nou, dan wordt dit de 5. Ja. Nou ben je niet jarig. Dan zeg je, wat dat erin te maken. Maar stel je doet het op een verjaardagsfeestje, kinderfeestje, wat dan ook. Dan heb jij keurig gespeld het woord birthday. Oftewel, verjaardag. Birthday. Nou, dit is een voorspelling van een woord. Ja. Nou, je krijgt bij dit hele ding krijg je ook een heleboel kaarten bij blanco's. Je kunt ook je eigen blanco kaarten gebruiken. Dus je kunt dit gebruiken om ook getallen te forceren. Je kunt letters, woorden, logo's, bedrijfsnamen, whatever, kun jij hiermee bepalen. Dus jij bepaalt van tevoren welke uitkomst er uitkomt, zeg maar. Dit ding heet Spelling Bee, verkoopt eigenlijk al jaren. Hij kost normaal €45, enkel in de maand februari €25. Met de kaarten, er is ook een aantal letterkaarten bij. Volgens mij kun je met de woordletters die erbij zitten Christmas en birthday maken. Oh, nice. Nou, leuk, maar nee. Misschien niet heel, dat je zegt super van Nederland, maar die kun je in elk geval mee maken. Maar nogmaals, je krijgt ook blanco kaarten bij. En als je het spel Blanco Bicycles mee bestelt, dat je al gewoon een kaart met een rode rug of blauwe rug en een blanco voorzijde, dan kun je natuurlijk alles maken. Alles maken we hier. Dus dat is de Spelling Bee. Spelling Bee. Spelling Bee. Heb jij nog iets, Mark? Had je, ja. Even kijken. Stokkaarten. Ik heb hier een voorspelling in zitten. Die kun je misschien horen. Ja. Oké. Ik zal de kaarten een keer schuddelen. Zeg, dan ga ik zo door die kaart heen. En waar je wil, mag jij stop zeggen. Oké. Okay. Stop. Hier. Precies op die plek. Precies daar. Ja. Deze. Uh-huh. Die er maar uit. Leg hem op zijn kop hier neer. Uh-huh. Oké. Okay. Volgende. Nog een keer. Oh, twee kaarten. Ja, okay. We gaan het gemiddelde van de twee kaarten nemen. Was ik vergeten bij te zeggen. Het is nog vroeg, jongens. Ja, voor mij ook. Voor mij ook. Ik reken ook nog. Oké. Oké. Stop maar. Ja? Ja. Hier? Ja. Oké. Nou, deze. Eerlijk, ik kan niet in ieder geval. Ja. Hoppa. Twee kaarten. Twee kaarten, daar gaan we dus het gemiddelde van nemen. Dus dat betekent dat we ze bij elkaar op moeten tellen. Drie. Het zijn toevallig ook twee harten. Ja, dus 9. Dat is al goed. Dus 9. Ja. Maar het gemiddelde van 9 is 4,5. Maar je hebt je een voorspelling gemaakt. Ja. Ja. Maar dat is 4,5. Dus kijk, als je nou zou zeggen, er zit een kaart in, dan zou ik zeggen, dat kan niet, die moet matchen. Maar als je een voorspelling, zou ik zeggen, oké. Ja, maar er zit dus een kaart in. Maar een 4,5 nou, succes dan. Wacht, ik zal eens kijken. Ik zal eens kijken. Maar nou, ik heb hier één kaart in zitten. Leeg voor de rest. Ja. Ik zal eens laten zien wat de voorspelling is. Kijk maar. Oh. Een 4,5. Een 4,5. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, dit is één van de honderden mogelijkheden die je zou kunnen doen. Het gaat hier namelijk om het Weapons Deck. En het Weapons Deck is eigenlijk een GAF kaartendeck. Ik zal er een aantal laten zien. Ik heb nou net die 4,5 gebruikt. Ja. Je hebt ook een beetje naar midden hebben we zeker een beeld dat ook. Dat de 4 afvalt. Of een
iemand die vergast wordt. Of dat heb je ook met de klaveren. Een twirl die hem zo ronddraait. Dit zou je eventueel voor Monty kunnen gebruiken. Tienen die eraf zijn gevallen. Heel de koningin die verdwenen is, die zit er dan bij die koning bij bijvoorbeeld. Ja. Niet uit te leggen wat het nee. is. 52-1. Ja. Nou, kortom, en ook in het blauw. En in het rood. Zelfs ja. nog bij dat je een Lucifer doosje kan maken voor degene die lid nog thuis willen hebben. Dit lijkt op een glas bier, maar het is volgens mij sigaretten. Ja, kun je oprotten dat sigaret natuurlijk is een voorspelling. Wordt sigaret. Ja, een sigaret, ja. Ja. Een McDonald's Aces set. Double backers. Nou, kortom. Het spel heet niet voor niks. Weapons. En weapons krijg je met het spel. En je krijgt toegang tot een online instructievideo. Waarop nagenoeg alle trucs zijn uitgelegd die je met het spel kunt vertonen. Dus €37,50 voor heel veel trucs. Ja. Zo moet je het zien. Er zijn niet meer veel Gavlax op de markt. Illusionist heeft er gehad, Theory Duffin heeft er gehad. Nog een andere firma's hebben het ook gehad, maar ze verdwijnen allemaal weer van de markt eigenlijk. Ja, daar wordt veel naar gevraagd ook. Ja, er wordt veel naar gevraagd, dus we zijn heel blij dat we dit nu hebben. Ja, in principe, ja. Kijk, je denkt, wat, 37 voor een kaartspel? Maar zo moet je het niet zien, want je hebt gewoon een heleboel trucs die hiermee kunt doen. Eigenlijk 52 losse gimmicks. Bewijzen van, ja. Zo is het eigenlijk ook. En die voeg je toe in je eigen kaartspel, of je hebt één of meerdere kaarten, en dan heb jij gewoon een aparte truc. Dus ik vind het cool. Ik ben blij dat we weer inderdaad zoiets hebben. Ja, zeker. En nu je toch met kaarten bezig bent, is er ook een heel mooi dingetje, contrast. Contrast, we hadden ook graag laten zien, maar omdat de oefening dat even niet toelaat, laat ik hem even niet zien. Dan moet het waarschijnlijk een aantal keren overdoen en dat zou niet reëel zijn. Wat is het idee? Je laat iemand een kaart kiezen, die mag de kaart in vieren vouwen en weer openvouwen. Vervolgens, bijvoorbeeld de kaart van de rode rugzijde trouwens. Neem jij die kaart, scheur het hoekje eruit, geef het hoekje aan de mensen. Laat de achterkant zien, die rode kaart. Schud ermee, bam, verandert in blauw. En je geeft hem uit handen. En dan is het hoekje van de kaart ook veranderd in blauw bij de toeschouwer. En de kaart, alles past ook nog. Dus de kaart verandert van kleur en het hoekje ook in de hand van de toeschouwer. Zo moet je het eigenlijk zien. Okay. Een beetje wel lastig verteld, maar je ziet het filmpje hier ondertussen ook draaien. Nou, in tegenstelling tot veel producten van Sense Minds, zit hier de gimmick kant-en-klaar bij. Daar zijn we heel blij mee, want momenteel is het knutselen geblazen. Ja, is het echt knutselen geblazen. Dus deze gimmick is kant-en-klaar. Het enige wat je nodig hebt is een klein stukje dubbelzijdig tape zeker bij. Dat doen ze er niet bij, omdat het anders al zou plakken. Dat is het enige wat je nodig hebt verder aan een gewoon kaartspel. Dus het is een hele visuele truc. Het werkt ook wel, echt. We hebben er ook al mee gespeeld even. Maar hij is niet goed genoeg voor ons om hem nu al te laten zien. Dat heeft met onze oefening te maken, niet met de werking. Ja. Het is een duurzame gimmick ook, dus die gaat gewoon in principe heel lang mee. Dat is contrast. Contrast kost €44,50. Dus met de DVD met instructies en de gimmick. It's amazing. Ja, meer kan ik er even niet over vertellen. Oké. Okay. Yo. Ik heb een voorspelling. Ja. Die zal ik... Ja, zet hem hier. Ja. Nou, nu hebben iedereen hem kan zien. Een aantal kaarten. Ja. Allemaal verschillende. Ja. En een doosje. Zet die kaarten even door elkaar heen. Tevreden? Ik ben tevreden. Oké, dan mag je ze hier in het doosje stoppen. Oké. Ergens. Helemaal. Ik kan het niet eens halen. Oké, okay. Ja. Dan moet je het over elkaar heen. Schuddelen. Doe jij maar een keer schuddelen. Heel goed. Nou, dan pak je daar één kaartje uit. Voor duidelijkheid. Mag ik gewoon eentje uitpakken eens? Zo hebben we willekeurig een kaart gekozen. Ja, ik heb er één. Oké. Okay. Is de? Schoppen 9. Van tevoren heb ik hier een voorspelling neergezet. Ja. En dat is de schoppen 9. Kijk, oké, dit is de
Ja, je hebt de Amazebox, heb je? Ja, ik kan zeggen de luxe Amazebox. Deze komen uit de Studio Merlin Collection. We hebben er 3 in verschillende kleuren. Check even Use Magic Shop, daar staan ze op. Kost €49. Ja, en we hebben het nu even gebruikt voor kaarten, maar in principe kun je dit gebruiken om biljets of andere dingen te forceren of te verwisselen. We hebben nu een kaart erin gestopt en ja, nou goed. Ja. Zelf verder de werking niet uitleggen. Ja, het is eigenlijk een heel mooi ding. Het is natuurlijk wel niet zo onschuldig als de Amazebox, wat gewoon een kartonnen doos is. We hebben een van de eerdere updates behandeld, volgens mij denk ik een 31 of 32. Dit is echt een houten kistje wat eruit zou kunnen zien omdat het gemaakt is om Google Show mee te doen. Ja. Maar het is wel ook super degelijk en zeer gemakkelijk in gebruik. Ja, en aan je fantasie is het limiet. Dat is het. Yes, hoe heet het? Ja, waar moet je op zoeken? Ik zei, als je op Use Magic Shop zoekt, zoek even op bij de mentale trucs. Het is ook eentje die ik net op het laatste moment even heb meegegerest, die niet gepland was voor deze update. Zoals het altijd gaat hier. Dus het heeft ook niet officiële naam. Ik denk dat het een Billion Change Box of... Ja, ik ken het wel op de foto. Ja. Oké, dat is dus deze. Dan hebben we nog, even kijken, een kaart. Ja. Tangetje. Oké. Visitekaartje eventueel voor de... Noodoplossing. Stel, je pakt een tangetje, knipt ermee een gaatje, zeg maar zo. Hey. In je sorry. Het is zonde natuurlijk van de kaart, maar goed. Je kunt dat gaatje kun je natuurlijk ook, als je wil, verschuiven naar een andere plek op de kaart. Dat gaat als volgt. Zo, zet je het op een andere plek neer. Zo. Ja. Als je dat nou niet heel mooi vindt op die plek, dan kun je nog, als je wil, dit doen, zeg maar. Dan springt hij naar een andere plek op de kaart, zie je. Of je kan zelfs, als je wil, dat gaatje er afnemen. Dat doe je zo. Hou je dat af, zie je. En je kunt bijvoorbeeld, stel je pakt een visitekaartje, dan kun je dat bijvoorbeeld, als je wil, op een ander kaartje neerzetten. Zo, dat je het gewoon daarop ziet. Heb je eigenlijk zeg maar een visitekaartje, zie, met een gaatje erin. Goed, nou, dit is Space Time. Een hele snelle demo ook, zonder veel oefening. Space Time. Space Time, ja, het is een gimmick. Ik doe het even zo netjes terug hierin. Want dit is ook het ding wat je krijgt. En de gimmick die stelt je in staat om gaatjes te verplaatsen. Nou, normaal kun je de kaart laten kiezen als je wil. Laten checken. Dan doe je de hele truc. En je geeft de kaart ernaar uit handen. Dat kan gewoon. Wij doen nu even simpel puur voor de demo. Even laten zien wat het effect is visueel. Spacetime. Spacetime krijg je met de speciale gimmick. En een online instructievideo. En Spacetime is verkrijgbaar in rood en blauw. En kost €32,95. Spacetime. Oké. Ik heb mijn spaarpot geplunderd. Nee. Ja, echt. Even kijken. Ja. Oké. Ja, ik ben niet heel rijk zoals je ziet. Maar goed. Ik weet niet wat die mensen waard zijn. Nou, het is een halve dollar volgens mij. Ja, is ook. Goed. Momenteel niet veel. Nee. Goed voor de camera? Ja. Oké. Zeg. Heb je een spaarpot? Ja, ik zal vast ergens een eentje hebben op zolder of zo. Okay. Ik heb er geen gebruik. Ik ga 1 muntje hier in mijn spaarpot gooien. Kijk, dan heb ik 1 muntje in mijn spaarpot zitten. Oh. Nou, dan heb ik nog 2 muntjes over. Ja, dat is wel mooi als je zo'n spaarpot hebt waar je het gewoon naartoe kunt gooien. Eentje hier. Kijk, en dan is die laatste ook verdwenen. Ja. Zie je? Zelfs die laatste, die kun je hier laten verdwijnen. En ook niet meer in die hand. Mooi hoor. En dit is Triad Coins van Joshua J. Joshua J, inderdaad, ja. Voor degene die toen der tijd bij ons op de Dynamite 2013, als ik me niet vergis, zijn geweest. Ja. Daar was hij, daar liet hij dit zien. Daar deed hij het op een iets andere manier dan dat er nu uitgegeven is, ja. Maar, ik begon meteen met 3 coins. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kan er van 1 ook 3 maken. Ja, je kunt met niks beginnen, hè? Je kunt met niks beginnen. Je kunt pluk. Bijvoorbeeld. En dan allemaal weer laten verdwijnen, zoals ik dat... net deed, of op je eigen manier. Triad Coins. Super mooi gemaakte gimmicks. Van degelijke kwaliteit.
En ja, visueel, ja. Munten. Nou, ik vind het super vet. Ja, is ook zo. En dan zeker die laatste verdwijning die zorgt ook bij demos in de winkel hier voor veel mensen voor verbazing. Ja. Nou, als je deze video ziet, ik heb het gisteren gezien, we hebben er deze week door dat we het laten zien in de winkel ook al een aantal verkocht. Ook online zijn er al wat weg. Nou, in Amerika is dit ding nu even niet leverbaar meer. Nou, dus op het moment dat we deze video laten zien, hebben we er nog twee of drie. En ik weet niet wanneer ze in Amerika weer komen. Maar we wilden hem toch nu al laten zien, om daar nu 2 weken mee te wachten, 4 weken. Dat schiet ook niet op. Dus ja, het kost €75. Nou, als je de gimmicks die niet in deze vorm los verkrijgbaar zijn, los zou kopen, zeg maar, qua vergelijking, zit je aan, ook aan €70. Met een, ja, met die munt heb je ook speciaal nodig, zit je zeker €70-80. En je krijgt nog de video van Joshua J. bij. Dus ja. Ja, triad coins. Ja. Ja. Inderdaad, ja, wat jij zei, op Dynamite Day deed Joshua het op een andere manier. Ja. Ik heb het vermoeden dat dat niet is uitgebracht op in die set, omdat de rechten daarvan, van de gimmick die erbij gebruikt wordt, ergens anders liggen. Dus ik denk dat daarom dat niet zo uitgegeven is. Dus een wilde gok, maar dat denk ik wel. Komen we dan, zal ik volgende week even checken bij degene die dat heeft. Zou je daar interesse in hebben, kunnen we ze ook altijd even bellen. We kunnen je precies zeggen wat je dan nodig zou hebben. Maar dan heb je niet die toegang tot de online video. Nee. Dus hier heb je dat wel bij. En qua prijs zit je overigens dan niet heel ver uit de richting, als ik mij niet vergis. Heb ik uiteraard weer niet gecheckt. Nee. Nee, daar zit je niet ver uit de richting. Nee. Nee. Maar dit is, ja, het is heel mooi. Ik heb een setje voor mezelf al in gedachten in ieder geval. Zodra er een nieuwe voorraad komt, die ga ik niet voor deze voorraad pakken, is er voor mij ook eentje, want het is gewoon heel visueel. Ja, echt zo. Gaaf om te doen ook. Super vet, ja, vind ik ook. Vind ik ook. Ja. Triad coins. Ja. Of in de collectie. Absolutely. Dan voor de mentalisten onder ons hebben wij het boek Total Mentalism, Luca Volpe. Meerdere mensen hadden al naar gevraagd voordat we het überhaupt hier hadden. Dat betekent dat het een interessante inhoud heeft. Dus mensen al gaan vragen, heb je het boek? Heb je het boek? Ja, wat staat erin? Behalve routines die erin staan, is dit eigenlijk een gids. Dus moet je het zien, als jij zegt, ik wil mentalist worden en ik wil vol aan de bak, professioneel bezig met mentalisme, is dit het boek wat je moet hebben. Het is dus niet puur trucjes, maar er staat alles in wat je moet weten over hoe krijg je werk, hoe ga je bijvoorbeeld op cruiseschepen, hoe kom je daar terecht, hoe werk je daar, wat kom je daar tegen, hoe ga je om met collega's, met alles eromheen, hoe maak je reclame. Dus eigenlijk is dit een soort totaalpakket met alles wat je kunt bedenken op het gebied van mentalisme. Hoe je karakter maakt, hoe je je act schrijft. Ja, 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 ja. En dat is, daarnaast heb je gewoon een complete toneelact, wat in een klein koffertje past, beschrijft hij eigenlijk compleet in het boek, legt hij helemaal uit. Een question and answer act zit erin. Ik zou achter de speaker of ik nog snel iets vergeet. Ja, zijn eigen aanpak, hoe hij mentalisme aanpakt zodat het geloofwaardig is. Ja. Ook wel belangrijk op zich. Klein detail. En daarnaast krijg je met het boek ook nog toegang tot een online account waar allerlei downloads staan. En dat kunnen video's zijn van trucs of uitleg of demonstraties. Maar ook als je voor bepaalde trucs bijvoorbeeld files of kaarten of ontwerpen nodig hebt. Blauwdrukken, laten we ze noemen. Kun je ook allemaal downloaden. Oké. Okay. Dus in principe is het een totaal pakketje. En dit boek geeft je ook recht op een Skype sessie met Luca van 1 uur. Waarin je allerlei vragen kunt stellen. Welke gaan over de inhoud van dit boek. Dus niet over weet ik wel wanneer hij getrouwd is. Of als hij getrouwd is. Of kinderen die dat soort dingen. Maar over de inhoud van het boek. Weet je mentalist. Ja, ja. Maar als je mentalist bent, weet je het inderdaad al. Ja, meer info over dat Skype ding staat ook op de site bij het product. Total Mentalism is niet goedkoop, €99. Maar goed, mentalisten dingen over het algemeen weten we zijn toch wel duurder. Het zijn ook met de boeken van Luc Jomé is dat zo. Maar je koopt gewoon zeer waardevolle informatie waarvan je zeker niet wilt dat die in handen valt van elke charlatan. Ja, van elke beginnende goochelaar die dit vervolgens op YouTube gaan zetten. Laten we het even zo even noemen. Dan weten we waar we het over hebben. Over wie we het hebben. Ja, precies. Total Mentalism. Yes. Voor de professional. Heb je hem ooit hier gehaald, die Luca? Nee, ik ben wel, wel in mailwisseling geweest daarover. En we zijn toen in een vergevorderd stadium geweest voor een lezing. Maar er is, ik weet niet meer waarom.
of dat die tour niet doorging of door ziekte. Dat is toen niet doorgegaan. Het is ook niet gepubliceerd toen dat het zou doorgaan. Maar ik ben er wel mee in onderhandeling geweest. Okay. Dus dat zit er waarschijnlijk toch nog wel een keer aan te komen. Okay. Denk ik. Ja. Volgende week is ook de lezing van Matthew Wright. Volgende week. Het gaat goed nu met inschrijvingen op zich. Best wel netjes. Ja. Maar meestal komt het laatste moment. We hebben nog plek voor zo'n 15 personen. Want het is hier in de winkel. Nou, volgende week is er meer plaats als carnaval achter de rug is. Dan krijgen we weer wat ruimte hier ook. Dus dat is wel aan te raden. Matthew Wright voor close-uppers, voor toneelgoochelaars. Super commerciële effecten. Hij heeft ook dingen uitgebracht de laatste tijd al. Zijn Marvelous Multiplying Decks bijvoorbeeld. Maar ook andere dingen. Dus als je een goede lezing wil zien, die goede commentaren krijgt, goede recensies heeft, ook in het buitenland. Zorg dat je erbij bent. Volgende week donderdag 11 februari om 8 uur hier in de winkel. Reserveer je plek. Dat wil zeggen, al is het op de dag zelf, bel even of dat nog kan. Normaal gesproken is geen probleem. Maar we kunnen hier geen 40 mensen laten. Dat zou voor de mensen die als laatste komen niet te handig zijn. Want dan sta je gewoon ergens achter in de winkel bij de deur te kijken. Zeg maar. Ja, die is er dan niet. Ja, precies. Ja, dus we kunnen 25 mensen kunnen we zittend goed laten nu. Maar veel meer ook niet. Dus zorg dat je daarbij bent. Nu je daar toch over hebt. Over 2 weken is het grootste congres zeg maar, van de goochelkunst. Ja. Blackpool Magic Convention. Ik ga dit jaar ook een kijkje nemen daar. Andere jaren ben ik niet geweest. Zou ik graag willen. Maar viel het of gelijk met carnaval. Of kom ik de winkel niet alleen laten. Zeg maar. Nou, Mark is nu ook aan het werk hier. Die blijft gedurende Blackpool gewoon hier in de winkel. Dus de winkel is gewoon open. Online bestellingen. Maar ook kun je gewoon binnenlopen hier. Tijdens openingstijden. En ik ben aan Blackpool om leuke nieuwe dingen te zoeken. Voor jullie. Zodat we in de komende updates gewoon gave dingen kunnen maken. En uiteraard is het niet verkeerd, we komen daar heel veel mensen tegen die hier ook lezingen hebben gegeven. En wellicht ook mensen die nog geen lezing hebben gegeven, waar we eens kunnen kijken of ze nog iets nieuws hebben. Waar ze ons de komende jaren mee kunnen. Benieuwd naar de verhalen, nou al. Ja, en ik hoop dat we wat nieuwe mensen kunnen scoren, ook voor lezingen weer. Ja. Kijk, er staan al een aantal op dit programma dit jaar al. Niet alles op de site, maar we staan al aardig wat leuke namen gepland. Maar ik hoop er nog een paar aan toe te voegen eigenlijk. Ja, zou heel leuk dat zijn. Dat zou wel cool zijn. Dat zou echt heel leuk zijn. Daarom. Nou, toch in dat hele rijtje zetten, had ik je nog wel opgeschreven. Ja, carnaval is het volgende week. Ja. Dat betekent dat wij maandag, zijn we altijd dicht, en dinsdag gesloten zijn. Aankomende dinsdag. Ja, dus dinsdag, dat is de 9e februari, is de winkel ook dicht. Er worden geen pakketten verzonden en de winkel is dicht. Woensdag gaan we weer open. Dus alle pakketten worden vanaf woensdag weer verzonden. Dat is de 10e. Dus geen paniek als je woensdag denkt, ik heb geen bestelling gekregen en ik heb besteld in het weekend. Nee, die blijven allemaal liggen en woensdag gaan we dat voor jou regelen. En dan komt alles weer traag op gang. Want donderdag hebben we de lezing al, dus dan moet weer alles al geregeld zijn. Dus dan weet je dat ook. Dan nog een ander ding. Ik ga even een sprintje trekken. Het heeft te maken met alles in Leuven, let op. Ondertussen zal ik wat magische bewegingen doen. Wachten. Ja, de voorbereiding is altijd geweldig hier. Kom dat vanavond mooi, allemaal heel snel met hier. Volgende week zaterdag 13 februari zijn we zoals volgens mij al 10 of 12 jaar in Winkselen, Delle. Dat is in de buurt van Leuven in België. Daar zijn we op de beurs van goochelartikelen. Nou, dat is een hele gezellige beurs van de goochelclub De Kleine Joker. Toegang €5. Dat is niks. Er zijn gewoon geen lezingen verder of zo, maar het is gewoon een hele gezellige dag. Voornamelijk tweedehands artikelen. Wij zijn er ook met nieuwe artikelen. Van 11 tot 16:30. Nou, onder dit filmpje, als je dit via YouTube tenminste even bekijkt, zie je tekst staan. Daar staan alle artikelen overigens die wij laten zien. Alle trucs vind je links. Maar mocht je dat nog niet hebben weten. Onder het filmpje staat altijd de links naar elk artikel. Dus niet dat je op de site moet gaan zoeken. Je kunt hier gewoon hier onderaan meteen op de artikelen klikken. En dan plaats ik ook een link naar de website van deze goochelclub. Waar je deze flyer even kunt downloaden en kunt bekijken. Daar staat alles op. Want het is echt wel de moeite waard. Dus stel je bent op zoek naar iets grappigs. Zodat je nergens meer hebt gevonden. De kans is groot dat je daar tussen de tweedehands spulletjes kunt vinden. Kun je het niet vinden. Geen paniek. Wij staan er met nieuwe spullen. Dus je kunt je geld echt wel kwijt, zeg maar. Oké. Okay. Nou, voor deze truc zijn we even overgeschakeld naar de andere kant van de winkel. Ik heb voor jullie een deck, kaarten. Nou, is je verdwenen.
Gone deck was dat. Deck is gone. Voor je het weet. Ja, gaan we zo meteen even uitleggen nog verder als we weer zitten. Is dat een goed plan? Ja, maar dat was even gone tussendoor. Nou, we hier toch staan wil ik jullie namelijk een aantal tafeltjes laten zien die bij ons binnen zijn gekomen door Leo Smetsers. Heeft mooie tafels in elkaar gezet. De poten kun je onder afdraaien. Hier is het midden van de stang, dus deze stang kan er ook nog vanaf. Dat alles, nou, een dikke 35, kleine 40 centimeter vouw je het helemaal samen. Een stevig tafeltje, zit een goede rand omheen. Zeg maar een goede centimeter dik. Een zacht vilt. Ziet er heel chic, keurig, netjes uit. Dan hebben we ook nog de grote versie. Met een mooi groot werkblad. Hier zit ook weer die harde kant omheen. Hier zit zelfs een kettingje waarmee je hem kunt stellen. Dus als je hem iets dichter bij elkaar doet, komen deze twee hoger staan. En dan heb je dus een hoger werkblad. Het is nog steeds licht gewicht. Dus aluminium is het, hè? Je pakt hem zo op. Heel netjes afgewerkt. Degelijk spul. Dus ja, dit is de table, heet volgens mij Sasha, die grote, als ik me goed heb. En die kleine heet DJ. DJ, Sasha. Zou ik mij vergissen? Kan. Maar dan hebben we allebei staan ze in ieder geval op de site. Dit is DJ. Ja, die kleine is DJ, hè? Ja, dacht ik al. Ja, dacht ik al, ja. Ja, dat is mooi. Het is heel, inderdaad een verend oppervlak. Stevige stof. Niet zo'n dunne stof waar je zo even doorheen prikt of zo. Heel goed gemaakt. We hebben ze exclusief inderdaad. Dus dat is wel een, deze tafel, als die niet groot genoeg is, dan weet ik het ook niet meer. Je kunt er bijna een casino op. Letterlijk. Ja. Ja, ja. Nee, heel mooi. Oké, okay, dan duiken we even terug. Gaan we er even zitten. Ja, dat is weer aan een andere kant van de tafel. Dan zitten we weer aan deze kant. Ja. Een goede kant. Dat was Gondek die je net zag. Het laten verdwijnen van het doosje van een kaartspel. Van Shimlim. Misschien heb je het ook al gezien eerder bij optredens die hij op televisie heeft gedaan. Nou, de Gondek heeft hij nou dus uitgebracht. Dit is het doosje wat je krijgt. En daar zit ook niet zo heel veel in. Als alleen een aantal dingetjes waarmee je de gimmick zelf moet maken. Want je krijgt geen standaard gimmick bij die af is. Je moet hem zelf in elkaar gaan knutselen. Nou, voor degene die van knutselen houden. Dan heb je een leuke middag. Helemaal, ja, inderdaad. Het is een beetje. Het is een hoop geprut. Ja, het is een hoop geprut, eerlijk is eerlijk. Voor dat geld, vind ik, mag je een kant-en-klare gimmick meeleveren. Of in ieder geval iets wat al verder gevorderd stadium is dan wat je hierbij krijgt. Vind ik. Dat is mijn persoonlijke mening, hè? Ja. Maar dat is tegenwoordig sowieso de trend. Je koopt tegenwoordig heel veel dvd's en trucs met, online videolink. En, en wat je nodig hebt is dit. En dan moet je zelf even zoeken. Ja. Of we hebben er één ding bij gestopt, maar de rest moet je... Store. Ja, dat is tegenwoordig de trend. Dat was 10 jaar geleden niet zo. 10 jaar geleden kocht je altijd een truc met een gimmick en alles erbij. En toen waren de prijzen vaak niet eens zo hoog als dit. Want ik vind, goed, 39 euro voor een truc is een normale prijs. Maar dan zou je ook mogen verwachten dat je in ieder geval misschien of een schijfje erbij krijgt. Met een dvd bedoel ik dan. Of je krijgt een gimmick erbij. Ja, en nou hier krijg je een stickertje. Niet. Nee. Een stickertje naar een online video. Dus dat, met alle respect, wij hebben ook online video's, maar dan zou ik een truc niet voor dat bedrag verkopen. Gewoon, dus niet als ik je geen gimmick hebt. Ik vind het veel geld voor een online video. Ja, ja. Ja, maar ik, ja. De truc is goed, daar niks op aan te merken verder. Als je het eenmaal gemaakt hebt, dan kun je ook echt wat Shinlim doet. Er zijn nog wat tips van iemand die het heeft gemaakt binnengekomen. Die ga ik even niet verklappen nog. Maar als je daar dat gekocht hebt en je zegt, ik wil die weten, dan kan ik je ook doorvertellen. Okay. Om het te maken, ja. Het is, het ziet er wel heel gaaf uit, eerlijk is eerlijk. Dat is zo. Maar, je moet gewoon een beetje prutsen. Of, ja. Daar komt het op neer. Ja. En het is hoekgevoelig, dus je kunt het in de close-up situatie aan tafel, zou ik het niet gebruiken. Nee. Toch? Het is mooi voor een act, voor standaard, als je hier zou zitten en nu voor de camera doen, prima. Maar ik zou het zelf niet aan tafel gebruiken. Nee. Als je het durft, prima, maar ik zou het niet doen. Het zou ook niet snel in mijn repertoire gaan. Maar goed, hij was binnen, dus we wou hem jullie laten zien. Er werd veel naar gevraagd, dus
39 euro, hè? Yes. Alright. Nou, en stop. Wat is dat? Wat is dat? Dit is een stopbocht. Zoals ze dat gebruiken in dierentuinen. Voor dinosaurussen. Ach. Echt, ja, die kunnen niet lezen. Dus dit snappen ze wel. Het is een pootafdruk. Dat betekent gewoon stop. Wij doen altijd stop met de hand. Ja. En de dinosaurus doet dan ook zo. Hij zou wel omvallen als je hem twee poten heeft. Maar het is een stopbocht. Dat geef ik even van jou. Ik heb namelijk meegenomen een enige echte originele Jurassic Zoo. Oftewel een dinosaurussen dierentuin. Nou. Hoe cool is dat? Wie had dat nou? Ja, hoe cool is dat? Ik heb hier ergens een kaart. Kijk, ik heb een kaart liggen. Van een aantal dinosaurussen. Ja. Enige idee wat dit is? Is de T-Rex. De T-Rex. Een van de bekendste dinosaurussen natuurlijk wel. Dan hebben we hier een hele mooie blauwe vogel. Ja. Ja. De Brontosaurus. Pterodactyl of zoiets is het. Ja. Oké. Ik weet dat soort dingen altijd. Dat ik het ergens van aflees. Ja. Dit is een. Volgens mij is het een. Brontosaurus? Nee, Stegosaurus. Stegosaurus. Ja, dan hebben we een. Die kennen we wel van Jurassic Park. Een Velociraptor. Velociraptor, kijk. Ja, ja. Dan hebben we hier een. Triceratops. Nou, maar even. Ja. Triceratops. Hij kan mijn lijstje niet eens zien van hieruit. Dus Triceratops. En dit? Ja, ook Saurus op het einde. Ja, Apatosaurus. Apatosaurus. Niet Aparto, Apatosaurus. Ja. En deze? Welke? Dat is varken. Dat is een, die hoort er niet bij. Het danst het varken in een tutu. Dat hoort in, vergeet je even. Ja. Dat is heel stom. Oké, de bedoeling is. Ja. Jij gaat de dinosaurus kiezen. En die laten wij verdwijnen. Oké. Okay. Ja? Okay. Goed idee. Ik laat je gewoon ergens stop zeggen waar je zelf wil. Ja. Ik ga als volgt. Ik deel kaarten zo. Zeg maar van onder naar boven. Dus zo. 1. En dan de volgende. En waar jij stop zegt. Die kaart gaan we bekijken. Wat jij zelf wil. Stop. Oh ja, met het bord. Ja, goed idee. Nou, ach, kom op. Toch toevallig. Varken is wel vet irritant, dat varken. Vet irritant. Oh, dat vette. Vergeet het vette. Ja, de varken moeten we even niet hebben. Dat is echt heel vervelend. Vergeet het varken. Ik vergeet het varken. Vergeet het varken. Ook een nieuw. Zullen de kaart even goed door elkaar, dat alles door elkaar gemixt zit. Zo. Oké, vergeet het varken. Als je wil stoppen, inderdaad, dat is wel een goede. Houd het bord gewoon omhoog. Doe ik. Waar je zelf. Stop, meteen. Echt? Ja. Oké. Waar ben je gestopt? Ja. Ah, kom op. Hoe kan dat nou? Oké, dat is even heel stom hoor. Echt heel vervelend dat varken. Ik vind het echt enorm irritant zelfs. Ja, ik heb het idee, jij houdt het bord omhoog en dan komt een varken. Dat is, vind ik op zichzelf heel vreemd. Als dat daarmee te maken heeft, vergeet het varken even. We schudden de kaart even goed door elkaar. Zo, mixen eventjes. Zo. Nog één keer. Laatste poging. Ja. Oké, daar komt hij. Waar jij wil, haal jij het bord omhoog. En dan kijken we welke dinosaurus dat jij vindt. Stop. Stop, echt? Ja. Hij zal het niet geloven. Echt? Hebben we een dinosaurus? Ah, come on. En nu ben ik het zat. Nu is het echt afgelopen die varkens. Dit is echt niet meer tof nu. Laatste poging, oké? Houd het bordje vast. Laatste poging. Als het nu niet werkt, dan kaf ik op die hele truc. Want daar heb ik ook niet eens van zin in. Oké. Daar komt hij, hè? Stop. Echt? Stop? Ja. Of één verder? Of stop? Eén verder nog. Oh, shit. Oké, echt. Eén verder. Ik wil het bijna niet te laten zien. Oké, onthouden? Wat is het? Het is geen varken. Oh, je hebt het bord ook niet omhoog gehouden. Oh, stop. Niet doen. Oké. Oh. Dat was het natuurlijk. Je hebt het bord niet omhoog gehouden. Daarom was het geen varken. Ik heb het idee dat. Kom maar even hier op dat ding. Want dat is heel gevaarlijk. Als je dat ding omhoog, dan krijg je een varken, zie je? We hebben dus een T-Rex. Weet je wat we gaan doen? We gaan die T-Rex laten verdwijnen uit de dierentuin. Let op. Oké. Doek. Mm-hmm. Gaat je overheen. Ja. Ik heb mijn vingers. Mm-hmm. En de T-Rex is compleet verdwenen. Ja. Hoe is die? In de doek. Toch? Sorry? Die zit in de doek. Die trek je dan meteen mee uit. Zo vallend ook. Oh, ik dacht misschien is een goede truc, maar niet echt dus. 5,5. Oké. Sommige dingen zijn te overduidelijk wellicht. Dat maakt niet uit. Dit staat er zo netjes overheen. Belangrijk is trouwens sowieso dat je niet oorspronkelijk het bord optilt, weet je. Stel dat je het bord op had getild, dat kan niet kwaad, we hebben een T-Rex. Kijk, als je dat zou doen, moet ik even, waar hebben we trouwens, hebben we verkopen trouwens DVD's? Ja, hè?
Ja. Maar koop je deze? Oké, is goed. Ja, ja. Maar normaal zou je varken krijgen met zo'n bord, zie je? Maar nu kan niet, we hebben een T-Rex, toch? Hey, ja, daar zit... Daar zit... Wat is? Daar hangt iets op je rug. Echt? Hangt iets op mijn rug? Ja. Wacht, het is geen varken, hè? Nou... Zeg niet dat er... Nee, zeg niet dat er een varken op mijn rug heeft. Ah, kom op. Komt het door het bord of wat? Oké, vergeet het bord even. Oké, we hebben hier nog steeds, trouwens, de kaart, de T-Rex. Ja? Let op. Daar komt hij. En hij is weg. Enig idee waar hij is? Nee, hè? Nou, eronder? Eronder, ja? Ja? Nee, kijk, eronder zit hij niet. Hij zit er niet onder. Hij zit niet onder. Nee, nee, onder het... Hij zit niet onder het... Til ik nou echt de bocht op? Oh, dat is wel heel stom natuurlijk. Want wat gebeurt er ook weer als je het bord opteelt? Ja, dan wordt het te varken. Ja, elke keer, dat tot nu toe wel, hè? Kom op jongens, wat is dit nou? Maar hoor even, dat betekent dat die T-Rex natuurlijk nu ergens vrij rondloopt. Dat is gevaarlijk. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we zeker niet hebben. Weet je wat ik doe? Ik berg dit gewoon even hier in de kast. Ah! Hangt iets op je rug, hangt iets op je rug. Nee, echt? Ja. Hangt iets op mijn rug? Ja, ja, ja. Wacht even, dat meen je niet. Oh! Maar gelukkig is dit maar een plaatje. Oké. Okay. Kan niet geen kwaad. Nou, dit was een chaotische vertoning van Jurassic Zoo. Ja, je moet zo'n act, kindergoochelaars weten het, gaat ontwikkelen als je hem vaak gaat doen. Ik heb de instructie gelezen. En hoe vaker dat je dit gaat spelen, natuurlijk hoe leuker het wordt. Ik ben nu in worstelen met dat ik de routine doorkom met de juiste handelingen allemaal. Ja, nou, het ging niet helemaal optimaal, maar het is, als jij aan het entertainen voor kinderen bent, dan zie je hier absoluut de potentie van in. Want met alle hilariteit is dit gewoon een act. Ik check ook het filmpje van Tommy James, wat hij op de site bij ons staat, bij Jurassic Zoo. Is chaotisch. Het is gewoon 7 minuten lachen voor kinderen. Gauw, er gebeuren allemaal domme dingen. Zeker als je het goed timet met het bordje omhoog en laag. En de kinderen gaan jou waarschuwen op het moment dat je het bordje per ongeluk oppakt, dat je het bordje omhoog houdt. Dus die zien de paniek al aankomen. Ja, en als je het over het varken grappig doet, dat hij een tutu aan heeft en dat hij danst. En dat hij... Ja. Elke keer als je dat laat zien, lach je gieren brullen. 7 minuten nog kort. Ja, ja, goed. Dat is ook zo misschien wel. Nou, je hebt een heleboel dingen erbij zitten. Mooie dingetjes overigens, allemaal heel goed gemaakt. Ook alle kaarten is echt professioneel gelamineerd spul, zeg maar. Ik zal het even zo laten zien. Allemaal wel heel goed gemaakt. Ziet ook echt uit als bijna van een film, zeg maar ook. Mm-hmm. Bordje ook, is allemaal kunststof. Evenals trouwens de zoo is ook compleet van kunststof. Oh, dat is wel nice. Alles kan plat mee, zeg maar. Doek zit er ook bij. Nou, de hele set kost €109. Nou. Pack small, play big. Ja, dus het is een hele mooie set. Je krijgt er uitgebreide instructies bij in het Engels. En Tommy James heeft zelfs een online video instructie gemaakt hiervoor. Om de routine door te lopen. Dat je niet, voor mensen die wat visueel zijn ingesteld, dat je niet de hele routine hoeft door te worstelen. Die overigens wel voorzien is van foto's en tekst en alles erbij wat je maar kunt bedenken. Jurassic Zoo. Nou, ik geloof dat we er wel doorheen zijn. Het was een wat rommelige update, heb ik in mijn idee. Heb ik het idee. Ik spreek gewoon even visueel op mijn lijstje. Normaal ligt het in de hoek, maar... ja, we hebben Blackpool Carnival, lezing hebben we het over gehad. De beurs hebben we het ook over gehad. En we hebben wel een aantal dingen laten zien. Ik zou zeggen, feest vieren. Ja. En wegwezen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi.